De waterspeelplaats in Doeppark De Hagen was al lang in gebruik voordat wethouder Eugène van Mierlo de kans kreeg om hem te openen op de dag van de duurzaamheid. Als ik denk aan een waterspeelplaats, dan denk ik gelijk aan een verhaal van mijzelf van vroeger. Van toen ik zelf nog op de basisschool zat. En zelfs om 30 jaar geleden, maar we gingen toen bij mij in de wijk naar een vijver toe. Schepnetje mee, glaasjes mee, van die potjes waar je wat leven in kan doen. Hè, het water, om te kijken van wat zit er nou allemaal in die vijver. En toen kreeg ik een schouderklopje en opeens, kaduuk, daar lag ik dan. In de sloot, een nat pak, een hoop lol, dat wel. Maar vooral ook een moeder die niet echt blij was met wat er gebeurde. Maar vandaag staan we hier bij de nieuwe waterspeelplaats. En hoop ik eigenlijk stiekem dat heel veel kinderen hier toch lekker een nat pak gaan halen. Laarzen aan, lekker ravotten in het water. Met takken slepen, met stenen sjouwen en er wat leuks van maken. Dat is iets wat we hier met elkaar na vandaag hartstikke leuk kunnen gaan doen. Behalve de waterspeelplaats komt er in het voorjaar al een moestuin. En waterschap Vechtstromen gaat een oever glooiend maken, inclusief een aanlegplaats voor kano's. Maar kroon op het werk wordt het paviljoen. Stelt u zich dan, dit park is voor zonder natuurcentrum, zonder paviljoen. Zonder bescheiden terras van waar de ouders en spelende kinderen in de gaten zouden kunnen houden. Een terras waar de uitgestapte kanovaders geen broodje zouden kunnen eten. Waar de toekomstige bewoners van Zorgaccent op een mooie zondag niet met hun kinderen even naartoe zouden kunnen voor een kop koffie. En waar onze vrijwilligers hun educatieve taak niet naar behoren kunnen uitvoeren. Ik kan me zoiets niet voorstellen en ik hoop dat wethouder van Mierlo zich samen met het college in zal zetten om zo spoedig mogelijk dit paviljoen te kunnen realiseren. Het gaat natuurlijk om het gevoel van vrijheid dat kinderen krijgen door lekker buiten te spelen. Het maakt ze sociaal vaardig, maakt ze creatief. Leuke dingen doen, meer zelfverzekerd. En niet alleen de kinderen, maar ook de ouders. Want ik hoop natuurlijk van harte dat als kinderen hier naartoe komen en pa en ma gaan mee, dat ze ook lekker op de fiets komen en hier ook hun plekje vinden en met anderen ook in gesprek raken. Het gaat ook om het sociale aspect dat eraan vastzit. En dat is iets wat zowel de binnenstad als de wijk hierachter, jong en oud, ook verbindt. En dat is een heel belangrijk element. Hoe is dit inlopershuis tot stand gekomen? Er is anderhalf jaar geleden onderzoek gedaan binnen Almelo en omstreken door de initiatiefgroep voor het inloophuis, zeg maar. En zij hebben onderzoek gedaan naar de behoeften naar een inlopershuis voor Almelo en omstreken. Daaruit is gebleken dat die behoefte toch behoorlijk groot was. En vervolgens hebben zij gekeken naar een bestuur, hebben zij gezocht naar een bestuur. En dat bestuur is inmiddels opgericht. Dat bestuur bestaat uit Irene ten Zeldam, Nel Nienhuis en Harold Schreur. En zij zijn verder gegaan met uitbouwen en hebben mij vervolgens aangesteld als coördinator. En wij zijn als team bezig gegaan met de opbouw. Irene ten Zeldam, hoe ben jij hier zo bij betrokken geraakt? Ik heb ja gezegd omdat ik echt veel affiniteit heb, zeg maar, met de gasten die hier hopelijk echt gaan komen. Maar ook heel veel affiniteit heb met de vrijwilligers die dit prachtige inloophuis draaiende gaan maken. Ja, want wat houdt dit inloophuis in? Voor wie is het bedoeld? Voor gasten die te maken hebben met kanker. Zijn kankerpatiënten, ex-kankerpatiënten, maar ook hun naasten, zeker ook hun naasten. En je moet ook denken aan gasten die te maken hebben met een ernstige aandoening, met weinig perspectief op genezing. Ook die zijn hier welkom. Juist. En welke dagen zijn jullie geopend? Wij zijn op werkdagen van maandag tot en met vrijdag geopend van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags. En hoe hebben jullie dit initiatief gestalte kunnen geven? Toen de initiatiefgroep het kenbaar maakte dat ze graag een inloophuis wilden. Dat is inloop met de ene op. En vervolgens is het initiatief omarmd. Ik zou bijna willen zeggen in het hart gesloten van de Almelopers.
Vandaar dat het ook geen inloophuis is, maar inlopershuis. Met dubbel O. Omdat dat toch, zij hebben gezorgd voor ontzettend veel geld. Door enerzijds mee te doen met Europa Run, door ongelooflijk veel te investeren in Almelo als doorkomststad. Dat levert elk jaar echt tienduizenden euro's op. En heel veel aanvragen die wij gedaan hebben, zijn daarin gehonoreerd. Dus zonder de Almelopers was het echt niet zo gelukt. Aanstaande woensdag wordt het officieel geopend. En vanaf dat moment is het ook dagelijks geopend? Ja, aanstaande woensdag is van 4 tot 6 uur de officiële opening door de lokale burgemeester. En ook de raad van bestuur van ZGT zal een praatje doen. En dan is het vanaf donderdagochtend 10 uur zijn wij officieel open. Ik hoop dat het een geweldig gevolg krijgt en dat heel veel mensen hier veel genoegdoening zullen vinden. Nou, dat hoop ik ook zeker. En daar gaan we alles voor doen om dat te laten gebeuren. Nou, wat ook mooi is, 10 oktober is de dag van de duurzaamheid. Wij hopen echt een duurzaam inlopershuis te hebben. Maar om dat duurzaam te laten blijven, zijn we ook nog steeds op zoek naar zowel vrijwilligers als sponsoren. Elke gift is welkom. Dankjewel. Tim, aanvoerder tegen wil en dank? Ja, het is natuurlijk mooi om aanvoerder te zijn, alleen niet op deze manier. Het is natuurlijk heel zuur voor het team en natuurlijk ook voor Robin zelf dat hij een zware blessure heeft. Er moet een nieuwe aanvoerder komen en daar hebben we over gestemd. En ik mag dat zijn van de jongens, dus dat is een mooi compliment. Natuurlijk allemaal nieuwe trainen, veel nieuwe jongens, dat het allemaal tijd kost om alles in te passen. Maar als je, ja, zoals we er nu voor staan, gaat het over het algemeen wel goed. We hebben natuurlijk twee behoorlijke nederlagen gehad. En dan kun je zien dat er nog wel veel winst te halen valt. Dat we nog niet echt een stabiel niveau hebben gehaald. Maar er zijn ook een aantal wedstrijden bij. Ik denk aan ADO Den Haag, ik denk aan Heerenveen, ik denk aan AZ. En vooral de uitwedstrijd tegen Ajax, dat het wel goed gaat. Ja, dat is ook zo. En daar mag je ook trots op zijn. Dan heb je hoog niveau gehaald en daar heb je ook verdiend punten gepakt. En dat is natuurlijk super, super gaaf. En dat het al op zo'n korte termijn gebeurt. En daar mag je zeker van genieten. Helemaal in een competitieloos weekend. De trainer analyseert heel veel. Ook met statistieken en zo. En dan kun je gewoon zien. Als wij niet de normale energie die we dus in wedstrijden tegen Ajax, AZ er wel in stoppen. En niet tegen bijvoorbeeld een Willem II of een Vitesse. Ja, dat je dan gewoon een hele matige ploeg bent. En dat je gewoon fors onderuit gaat. Delmo heeft al 4 gele kaarten in 8 wedstrijden. Nog eentje en je bent hem weer voorlopig even kwijt. Ja, we wisten natuurlijk uit de statistieken van vorig seizoen dat hij behoorlijk wat gele kaarten pakt. Alleen moet hij daar wel slimmer mee omgaan. En daar is de club ook mee bezig. En dan moet hij bij zichzelf te raden gaan. En ook beelden terugkijken. Wat is nou wel handig en niet handig om te doen? Zoals we net al zeiden, we hebben iedereen nodig. En het is natuurlijk niet handig dat je iemand al zo vroeg in de competitie kwijt bent aan een schorsing. Ben jij het met de trainer eens als hij zegt van ik heb 18 gelijkwaardige spelers? Zeker. Ik denk dat we, wat ik net zei, in de breedte zijn we behoorlijk sterk. Daarachter zitten ook nog jonge jongens waar heel veel potentie in zit. Laten we die ook niet vergeten. Het wordt voor de trainer wel wat moeilijker kiezen. Helemaal als iedereen fit is natuurlijk. Kijk, als je zoveel punten haalt en zo'n mooie plek op de ranglijst hebt, dan komt er wel wat druk bij kijken. Dan worden de verwachtingen anders. En daar moet je natuurlijk mee leren omgaan. Aan de andere kant, de wedstrijd bijvoorbeeld tegen Emmen, de Graafschap speel je thuis. Nu ook tegen Groningen. En thuis moet je gewoon sowieso een goed resultaat halen. En daar kunnen we ook stunten. Kijk maar bijvoorbeeld hier tegen AZ. Dus daar gaan we natuurlijk ook weer voor. Zodat we in ieder geval die plek op de ranglijst kunnen bouwen. Het spelniveau moet wel omhoog. Als je dan de afgelopen wedstrijd ziet, dan is het toch nog iets te instabiel. Ja, het is vandaag 11 oktober en dat is een belangrijke dag. De internationale Coming Out Day. En Almelo die doet daar graag aan mee om ook een statement te maken. Er worden nog steeds mensen in Nederland gediscrimineerd. Bijvoorbeeld vanwege hun seksuele geaardheid. Maar ook of nou mannen of vrouwen zijn.
discriminatie vanwege geloof. Dat is niet goed, dat willen we hier in Almelo niet. En zeker op een dag als vandaag, op Coming Out Day, is het gewoon goed om een statement te maken dat dat niet kan en dat het anders moet. En dat hebben we gedaan door het hijsen van de vlag. En dan gaat het vooral als een statement, wat ik al zei, om te zorgen dat het belangrijk is, veiligheid en sociale acceptatie van de LHBT-groep in de gemeente Almelo. Wat doet Almelo nog meer? Nou, we hebben een samenwerkingsverband met het ROC van Twente op dit onderwerp. Je hebt ook denk ik wel gezien dat we regenboogzebrapaden in onze stad hebben, vlakbij het station. Aan twee kanten van het ROC. En dat geeft ook maar aan dat ook voor de studenten, dat geeft ook een gevoel van, ook ik hoor daarbij en er wordt aandacht besteed aan dit onderwerp. Dus dat vinden we heel belangrijk. Daarnaast gaat het ROC van Twente ook nog de komende tijd theatervoorstellingen over dit onderwerp houden. Dus het houdt niet alleen op bij vandaag, want het is ook vooral goed dat we aandacht hebben voor dit onderwerp het hele jaar door. Een boek gemaakt over rond 1900. Twee boeken, jaren 50-60. Eén boek, jaren 80. Millenniumboek samen met Albert Vondeling, 2000. En datgene wat ontbrak, daar ben ik nu mee bezig. De eerste helft, 20e eeuw, jaren rond 1900 tot en met de jaren 50. En, ik moet wel zeggen gewoon, het kost 15,95. Dat is natuurlijk een koopje, want zo'n boek moest minstens 22 euro kosten. Zo'n dik boek met 350 pagina's. Maar die sponsors, dus eigenlijk heel Almelo heeft het boek gesponsord al. Die hebben een aantal afgenomen. Daardoor kan het voor die prijs gewoon. Nico, wel heel bekend. Nico, ken je hem? Nico Beumer. Nico Beumer, ja. Nico, kom je er binnen? Ja. Ik zal het even signeren voor je. Zo. 6-10-2018. Dat de firma Steiland uit Hoorn, die heeft die havenkom gedempt. Hebben ze eerst een hele heuvel gemaakt, dat het er flink inzonk en later hebben ze hem die helemaal gevlakt. Dus was in 1953 het beroemde postkantoor, oude postkantoor, hele mooie foto. Hier staat een boer in zijn nieuwe, hij heeft nieuwe klompen aan, zie je. Hij ging de stad in met spliksplinter nieuwe klompen. Of ze waren wit, maar helemaal perfect. Op diezelfde plek is nu het Amaliaplein. Dat was het kantoor van de wolspinnerij van J. Ter Bos. Het was, ik dacht wel, voor de Eerste Wereldoorlog hadden ze al wel ze aan het spinnen. Het was een hele grote. Ja. Aan de Hofstraat, het badhuis. Je ziet het interieur van het badhuis. Je had dus daar douches. En je had het bad. En toen, als klein kind, kwam je dus eerst in een tobbe. Had je zeven broertjes. Nou, dan moest je wachten tot al die zeven broertjes in de tobbe waren geweest. Dan kon jij als laatste in die tobbe. Dat was niet fijn. En als je wat ouder werd, een jaar of 10, 11, dan kon je met je vader mee. Dan kon je naar het badhuis. Voor de eerste keer in de school. Voorheen hebben we het altijd in het stadhuis gedaan. We hebben het nu op een school. De leerlingen gaan dus op zoek naar een maatschappelijke stage. Nou, ze staan al te trappelen zoals u ziet. Ze komen bij u aan een tafeltje. En als jullie tot een match komen, dan krijgt de leerling twee afsprakenformulieren. Die liggen op uw tafel. Die zijn al ingevuld. De leerling gaat dan met twee formulieren naar het schoolpunt. En voor de leerlingen het schoolpunt is in de theaterzaal. Waarom komen jullie hier naartoe? Ja, ik had het gelezen en denk wel in de informatie. Ja. We doen dit voor het eerst dit jaar in het Erasmus. We hebben het voorheen altijd gedaan in het stadhuis en dit keer voor het eerst in de school.
En we hebben grote belangstelling, heel veel kinderen van het Canisius, van het Erasmus en van het Noordic, die hier op zoek zijn naar een maatschappelijke stageplek. Hoeveel kinderen doen er in totaal mee? Ik denk zo tussen de 220 en 240 leerlingen van de drie scholen. En dat gaat om een stage. Is dat een maatschappelijke stage? Wat houdt dat in? Maatschappelijke stage houdt in dat leerlingen ervaren hoe het is om vrijwilligerswerk te doen. Dus het is eigenlijk een stage in het vrijwilligerswerk. Dat je kijkt of meeloopt met een vrijwilliger die bijvoorbeeld bij de Wonne vrijwilligerswerk doet. Of bij Karin Terecheland, of bij het Repair Café. Of bij het Reuma Fonds. Dat wil je gewoon erbij doen, toch? Jongens, is dit voor de kinderen een onderdeel van het lespakket? Ja, voor de leerlingen die hier zijn, maakt het deel uit van het schoolprogramma. Dus zijn ze verplicht om die maatschappelijke stage te doen. Wat kook je zoal? Ja, we koken verschillende cultuur. We zitten nu met z'n vijf in de kleurrijk koken. En Afghanistan, Moluks, Turks en die andere is Tunesië. En je bent zelf Moluks? Ik ben zelf Moluks. Ja. Nanda Bemer. En u bent van? Wereldse Keuken Bon Appetit. En wat kookt u zoal? Wij koken allerlei culturen, Armeens, Turks, Tunesisch, Marokkaans en ook Nederlands. En daar hebben we soms een gastkoker bij, supergezellig en superleuk. En wie kookt dat? Wij als clubje bij elkaar. We zijn met een paar dames zijn we begonnen van, nou, we dachten leuk voor de mensen in de wijk, hè, om wat ander eten te krijgen en om samen te eten. Dus wij doen dat samen. Dit is vandaag uniek? Dat wij samen zijn met twee kookclubjes wel. Ja, wij komen wel eens bij elkaar eten en ja, ook heel erg leuk. Maar we hebben nu, omdat het integrale diner vandaag is, hebben wij bedacht dat wij het samen gingen doen. Daar konden we meer neerzetten. Integraal diner, wat een moeilijke naam, hè? Wat betekent dat eigenlijk? Nou ja, dat je samen met elkaar het eten maakt, maar, zoals wij hebben het samen gemaakt, maar ook om samen met andere mensen het te eten. Andere culturen? Andere culturen, ja. En dan samen gezellig aan tafel te gaan ook. We hebben een Suriname eten. Zelfs als mensen bij ons groep zitten niet, dan koken wij ook verschillende culturen, Italiaans en zo. Dus, is wel een beetje op de Nederlandse smaak aangepast? Ja, eigenlijk wel. Tenminste voor oude mensen, dan passen wij gewoon van die smaak. Maar als niet, dan zetten wij gewoon sambal bij. Hè? Dat hoort ook erbij. Ja, dus, sambal bij. Hè? Ja, sambal bij. Dus ja. Maar de hele hete peppersand maak je niet, denk ik? Nee, op dit moment niet. Dus ja, normaal maken wij altijd verschillende buffet met verschillende sambal eigenlijk. Dus als ik een Moluks maak, dan maak ik ook echte sambal van Moluks of Indonesië. Dus kan je gewoon met een lange buffet, zeg maar. Ja, vandaag hebben wij samen voor jullie gekookt met twee kookclubben. Nou ja, bij ons was het superleuk en gezellig. Dit kunstwerk van Maria van Elsberg is ter herinnering aan de Almeloze straatmuzikant Koperen Co. Hij trad vanaf de jaren 60 als one-man band op straat op. Kijk even naar boven, naar het kleine belletje.